Welkom iedereen bij weer een interessante Let's Play. Vandaag beginnen wij aan een game van Konami voor de PlayStation 1. En vaak als je deze kaart ziet, weet je al wat het is. Welkom bij Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories. Zoals ik zei, oude PlayStation 1 game. Dit was nog in de tijd dat Konami nog steeds geen idee had wat ze met Yu-Gi-Oh! Wilden doen. Dat is ook echt wel te merken in de regels met de game. Want oorspronkelijk kwam de game uit in 30 september 1996. Ik weet niet of dat is de manga zelf. Nou, je ziet deze game ook uit in 1998. Zie je die richting? Ja, dingen willen nog eens veranderen. Ja, Japan, december 9. Ja, Japan was 1999. En Noord-Amerika en Europa 2002. Nou ja, en de Yu-Gi-Oh! Anime kwam uit in om en nabij. 2000. Dus de regels waren nog niet helemaal duidelijk. Maar ja, daar hadden we iemand die iets heeft gevonden waar we niet blij mee mogen zijn. En nu krijgen we weer de intro van Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories. Dit is eigenlijk helemaal te zien in deze game. Dat ze echt nog steeds geen idee hadden wat ze willen. In deze game zit geen Battle City rules, dus geen tribute summon. Geen meerdere kaart activeren. Je hebt geen fusion monsters in de normale zin van het woord. Synchro monsters zitten er niet in. Pendulum monsters zitten er niet in. XYZ monsters zitten er niet in. Link monsters zitten er niet in. Dit was een hele simpele Yu-Gi-Oh! Tijd. Het zuigt. Dat was heel simpel. Nou, om te beginnen, dit is een cardshop. Wat kan je doen? Je kan die saven en kan die terug naar de title screen. Kan je kaarten kopen? Nee, wat denk je dat het een cardshop is? Wel een grote tip. Save. Deze game heeft mijn minst favoriete toevoeging ooit. Ga je dood, word je weer teruggestuurd naar de title screen. Dus save regelmatig. Nou, nu moet ik een beetje kijken naar mijn team. Over het algemeen krijg je voornamelijk monsters tussen de 500 en 1200 attack. De verdeling varieert erg. Dat kan is zo random. Het kan zijn dat je heel veel warriors hebt. Kan zijn heel veel fiend monsters, veel fairies, veel spellcasters. Veel zombies. Varieert heel erg. Het kan zijn wat je allemaal krijgt. Het is gewoon random. Het beste wat je kan krijgen is zo min mogelijk fiends en zoveel mogelijk dragons. Dat is het beste wat je kan krijgen. Waarom dat zo is, komen we zo meteen op eerst. Gaan we een beetje kijken van wat nu eigenlijk is. Je hebt dan eigenlijk een map van 5 plaatsen. De palace waar we nog niet toe hoeven, schijn waar we niet in kunnen. Plaza die alleen maar voor cutscenes is, shop die alleen maar voor 7 is en dit is de belangrijkste plek. De Dueling Grounds. Hier heb je, kan je voor mij 5 duels houden. Thea, 3 NPC's en Yono. Ja, Yono is gewoon Joey. Maar ja, we gaan nu hebben over de game. Omdat dat eigenlijk het slechtste ooit is. Oké, hoe zit Yu-Gi-Oh! In elkaar in deze game? Hoe het in elkaar zit, je begint met 5 kaarten. Je kan 1 kaart per beurt spelen. Je kan ze in attack, in defense zitten. Het is gewoon nummerspel. Dus des te hoger je jouw nummer vergelijkt met anderen, des te damage je doet. Zitten ze beide in attack, doe jij damage, zitten ze in defense. En jij hebt hoger attack dan zijn defense. Dan gaat hij dood, maar verliest hij geen HP. Nou, wat ik hier een beetje voornamelijk aan het doen ben, is eigenlijk de grootste mechanic van Forbidden Memories. Je kan fusion. Fuseer bepaalde monsters met elkaar en je krijgt een sterke monster. Zo is de enige manier hoe je in het begin sterkere monsters kan krijgen, maar Cockroach Knight is niet sterk. Ja,
uiteindelijk het hele doel van deze is de 8000 HP terugbrengen naar nul. Door eigenlijk in het begin van de game veel te fuseren met elkaar. En hopen dat jij de betere monsters krijgt. Nou, het begin van de game is niet heel moeilijk. Over het algemeen, Theana, Yono en de drie NPC's die hier zitten, hebben het over het algemeen tussen de 500 en 1500 standaard monsters. En als je niks doet, en dat is over het algemeen zo, als je niks doet, dan gaan ze zelf fuseren. Dus wil je heel veel power erin gooien, dan moet je er gewoon voor zorgen dat je continu de dingen erop houdt, de pressure. Doe je dat niet? Nou, jammer dan ga je er van door en ga je heel snel dood. Nou, wat je net die key mee zag hebben, is opeens een increase in attack. Gaat opeens van 400 naar 900. Dat is de Guardian Star Chart. De Guardian Stars die in deze game zitten. Je hebt eigenlijk twee delen. Sun, Moon, Venus en Mercury. En je hebt Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Pluto en Neptune. De zon verslaat de maan verslaat Venus, Venus verslaat Mercury en Mercury verslaat de zon. Hoe moet je dit weten? Experimenteren en volgens mij staat het ook in de manual. Ja, toen games nog fatsoenlijke manuals hadden. En de andere is Mars verslaat Jupiter, Jupiter verslaat Saturnus, Saturnus verslaat Uranus, Uranus verslaat Pluto, Pluto verslaat Neptunus en Neptunus verslaat weer Mars. Maar over het algemeen, in het begin van een game moet je het echt wel uit gaan vogelen. Want dan kan een verschil in start charge, als je niet de juiste kaarten hebt, echt een verschil uitmaken. Maar later in de game moet je zo op, word jij of overpowered of overpower jij de opponent. Afhankelijk van die situatie is het wel handig om de Guardian Star Charge te weten. Maar over het algemeen weet je niet. En ze hebben er maar twee. Ze hebben er eigenlijk maar twee. En over het algemeen is het volgens mij beide. Kan je krijgen van het. De verschillende Star Charts. Dus je krijgt of een deel. Een onderdeel van de Maan Star Chart. Of van de Jupiter Star Chart. Nou, als je hebt gewonnen, dan krijg je drie dingen. Je krijgt een rank. Nee, vier dingen. Je krijgt een rank. D, C, B, A en S. Afhankelijk van de rank die je krijgt. Krijg je betere kaarten. Nou, S-rank zijn de beste kaarten. A-rank daarna, B-rank daarna, etc. Je kan winnen op twee manieren. Power, dat je gewoon de opponent's AP naar beneden dropt. Of tech. En tech betekent eigenlijk dat je de opponent's deck naar beneden kan brengen. Hier is het punt. Tenzij je ver in de game zit, krijg je dat niet voor elkaar. Het heeft te maken met het feit dat jij altijd als eerste begint. En als je gaat fuseren, wat je voornamelijk in het begin van de game gaat doen, dan ga je heel snel door je deck heen. Want over het algemeen gaat de opponent niet zijn hele deck fuseren. Dus misschien één of. Over het algemeen is het twee of drie. Niet hoger dan dat. Dus wat heb je dan als probleem? Je mag niet fuseren. Je moet één kaart per beurt spelen. Zo win je deck. Wat is het verschil tussen power en tech wanneer het gaat om kaarten? Win je met power krijg je een monster, win je met tech krijg je een spelkaart. En dat kan dan zijn een equip spel, kan zijn een field spel, kan zijn dingen zoals Raigeki, zulke dingen. Maar ja, wanneer het gaat om monsters, als je denkt van oké, dus als ik iemand versla, krijg ik dan echt goede kaarten. Nou, dat is eigenlijk het grootste probleem van deze game. Als we puur kijken naar één hele standaard ding. We hebben Thea. Thea geeft de volgende kaarten geven. Skull Servant, een monster met 300 attack en 250 defense. Een hele lage zombie. Kuribo, Ancient Jar. Sword of Dark Destruction.
Forest. Wil je met Power of Attack, dan heb je, krijg je Zone Eater, Dancing Elf, Okuchi, Swordsman from a Foreign Land, Monster Eye, Armed Ninja, Sinister Serpent, Mylas Radiant en Fake Trap. En laat ik me heel makkelijk voor je maken. Alle monsters die je daar hebt, zijn crap. Alle monsters die zij geeft, zijn crap. Kaarten die van pas kunnen komen, zijn Sword of Dark Destruction. Afhankelijk van het... afhankelijk van het deck wat je hebt. Maar dat is gewoon niks meer dan Dark Forces Increases the Power of Warriors. Op zich een redelijk... normaal ding. En dan krijg je spoils nog. En dat zijn starships. Die starships kan je inwisselen voor kaarten. In de password menu. Waar kom je in de password menu? Dat is in de title screen. Ik laat later nog wel even zien hoe dat in elkaar zit. Maar ja, dat zijn de kaarten die je nu krijgt. Gewoon 300 attack. Het is crap. Ik ga er niet omheen. Het is gewoon crap wat je krijgt. Een van de beste personen in het begin van de game waar je op zich het beste tegen kan vechten. Is eigenlijk Villager 2 in sommige opzichten. Maar ja, we gaan eens even terug naar Villager 1. Maar die geeft een paar kaarten die heel anders zijn. Maar ja, veel kaarten zijn ook hetzelfde, dus daar sla ik ook even over. Hij geeft Shadow Spectre, ook weer Skull Servant. Deathwish Feeds on Life, Dark Plant, The Grim Reaper, The Judgment Hand. Judgment Hand, met een warrior krijg je de Judgment. Ancient Jar, Key Maze. En geeft op zich een hele goede kaart. Als dit dezelfde kaart is die ik ken in de vorm van Beautiful Headhuntress. Wat echt, als je die kan krijgen, maar dat is een S-spoil met volgens mij een kans van 1 op 300. Dan krijg je een 1600 attack monster. Kijk, en dat is best goed. Dat is best goed, maar op het algemeen krijg je crap. Dark's Assailant, Elfslide, Mountain, Curry, Dark Piecing Light, Mystic Lamp, Zone Eater, bla 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 bla. Fungi of the Mask, Pot the Trick, Curse Breakout, dat is precies tape. Nou, ik zou zeggen van de 30 kaarten die je geeft, zijn misschien twee goed. Maar ja, de beste kaart die hij geeft, die ook dan, wanneer je die krijgt, niet direct kan gebruiken. En hier doe ik iets heel doms. Ik was vergeten van, oh ja, female met animal krijg je Neko Gal. Dus ik ga van 1900 naar 350. Dat is jammer. Maar ja, Villager 1 geeft Left Arm of the Forbidden One. Voor mensen die niet heel erg bekend zijn met Yu-Gi-Oh! Of die echt nooit van jullie hebben gehoord. Left Arm of the Forbidden One is een 5 kaarten set. Met Right Arm, Right Leg, Left Leg en Exodia the Forbidden One. Trek je de hele Exodia heb je alle 5 Exodia kaarten in je hand. Win de duel. Niet van, oh dan is het zo sterk. Nee, het is letterlijk de descriptie in de kaart. Trek je alle 5 kaarten, dan heb je gewonnen. Maakt niet uit hoe ver je achter staat of... of als de opponent nog 100 HP hebt. Als jij Exodia in je hand hebt, ben je klaar. Maar opnieuw, dit is een S, dat is een S-rank. Dus de kans dat je die trekt is heel klein. Nou, Villager 2 geeft eigenlijk de, naar mijn mening, een van de meeste kaarten. Veel van dezelfde, maar hij geeft ook langzaam zeker 1500 en 1600 monsters. Een van de beste kaarten die je kan geven is Dragon Zombie. Omdat er 1600 Dragon is die met heel veel dingen kan combineren. Hij gaat ook dingen zoals Magmoth Zombie, Frenzied Panda, Wood Remains, Wood Clown. Guardian of the Labyrinth. Gewoon heel veel kaarten en ze kunnen best goed zijn, alleen hier is het probleem. De kans dat je die kaarten krijgt is zo klein. Is zo verdomd klein. Dat meer dan van de tijd je hem toch niet krijgt. Meer dan van de tijd krijg je niks als Starboy. Maar ja, Villager 2 is wel handig om te hebben om even Thundermonsters te verzamelen.
Want die heb je nodig voor eigenlijk de beste kaart in deze game. Maar je hebt nu al gezien, je kan heel veel kaarten fuseren. En naar mijn mening de beste... En naar heel veel andere meningen. Eigenlijk is het gewoon een feit. Maar is de beste kaart een dragon met twee funders. Of een 1600 dragon met één funder. Of funder dragon met één dragon. Dan krijg je de beste kaart die het makkelijkste summonen is. En waarmee je eigenlijk de hele game nogal goed door kan komen. De kaart die je krijgt is Twin-Headed Thunder Dragon. Een 2800 attack monster. Waarmee je tenminste het eerste... Ik wil zeggen de eerste twee delen van de game door kan komen. Zonder al te veel problemen. En hier zie je zombie met warrior, krijg je zombie warrior. Ja, heel origineel qua namen. Dit is nog typisch standaard Yu-Gi-Oh! Van hey, ik versier de monsters met elkaar en ik krijg een crap uit. Ja, ik heb een slechte hand, dus ik gooi alles maar even weg. Huppakee. Dan. Ja, probeer met fiend, dus je kan hem met niks versieren. Maar ja. Villager 3 geeft iets minder in vergelijking met Villager 2, maar hij heeft ook heel veel dezelfde kaarten, dingen zoals Wolf. Hij kan Baby Dragon geven, wat heel handig is. Nou, wat Firecrap, Lala Leon, wat een Thundermonster is, wat eigenlijk de standaard Thundermonster is die je waarschijnlijk gaat krijgen in het begin van de game. Nou, warrior met zombie. Met een warrior erbij krijg je armored zombie. Nou. Masaki is in de assortment. Zone Eater, Steel Scorpion. Nou, gewoon ophouden. Heel veel... Die kan niet heel veel goede dingen krijgen. Nou ja, één persoon waar je tegen kan duelen, maar die ik niet heb gedaan. Is Simon Muran. Die we in het begin van de game zagen. Die zei van loop niet weg. Als wij daar naartoe gaan. Voordat wij eigenlijk progress maken in de game. Krijg je Ruiter Armor van binnen one. Maar je krijgt ook Time Wizard. Wat heel handig is. Time Wizard met Baby Dragon krijg je Thousand Year Dragon. Op zich. Het is zwakker dan... Twin-Headed Thunder Dragon en is ook in principe wat moeilijker te summonen. Maar is wel goed. Maar je krijgt ook Blackland Fire Dragon en 1500 Attack Dragon, wat heel goed is. Maar de kans dat je hem krijgt is heel klein. Dan krijg je Bat, Rainbow Flower, Funky After Musk, Potted Trick, Queen's Double. Veel van de dingen heb je al een keer eerder gehad. Dus op zich is niet, maar ja. Je krijgt van Veletje 1 krijg je left arm. En van Simon Muran krijg je de right arm of de Forbidden One. En als je vraagt van oké, waar kan ik dan de andere kaarten krijgen? En Simon Muran heeft, Veletje 1 heeft er 1. En een paar andere mensen hebben ze hem ook. Maar hier is de grap. Ze geven allemaal wel arm. Maar volgens mij geeft niemand een leg. Nee. Dus enige. Dat is het allermooiste aan deze game. Dit game is heel flauw. Dus denk je van, oké, als ik een paar mensen versla, dan krijg ik mijn Exodia. Nope. Exodia is technisch gezien niet te krijgen in de game. Maar dit is eigenlijk... Oh, dus wel. Oké. Arms... Oké, dus de fact die ik aan heb staan, dat klopt niet helemaal.
Nee, oké, okay, ik kan wel Exodia krijgen, zie ik nu. Alleen de fact die ik heb niet, klopt dus niet helemaal. Alleen, laat ik maar makkelijk zeggen, Exodia krijg je niet in de game. Niet in de voor het einde van de campaign. Nou, Felicia 2 en 3 en Simon geven de legs, dus niet de arms. Die heel veel uitmaakt, het zijn of de arms of de legs. Twee latere personen geven de armen. En de tweede keer dat je tegen Seto vecht, want ja, ze hebben letterlijk de characters gepakt van anime. Dus Joey, Thea, Seto, etc. En wanneer je tegen de tweede keer tegen Hai-Shin vecht, de Dark Mage die we in het begin tegenkwamen, die geeft onderdelen. Eerst punt, Seto 2 en Hai-Shin 2, hoe ze het noemen, is laten we zo zeggen de laatste 5 minuten van de game. Dus die keer, dat krijg je dus niet. Dat gaat hem dus niet worden. Maar nu pas krijg je een beetje interessante story. Maar ja, dit is eigenlijk het begin van de game. Want ik kan, dat kan ik me nog steeds heel goed herinneren. Toen ik klein was, kreeg ik Forbidden Memories kreeg ik voor mijn verjaardag. Ik heb toen net op de verjaardag zelf dit gespeeld. En ik kwam al niet meer verder dan dit stuk. Puur en alleen maar omdat ik aan het klooien was. Dit is belangrijk. Dit zijn alle shrine mages die we hebben. Dit zijn de forest mage, de meadow mage, de ocean mage, de mountain mage en de desert mage. Die allemaal onder Hai-Shin zitten. Nou, hier hebben we Joey. Joey geeft uiteraard Time Wizard, Basic Insect Battle Warrior. Wat bepaalde dinosaurs kan dragons geven en Lala Leon. Mag wat Jinzo en wat andere crap. Ik kan je Kunai with Chain geven wat voornamelijk een attack boostering is. Dus hij kan van pas komen over het algemeen. Nou, ik ben nu eens vandaag maar gewoon om gewoon te kopiëren. Want meer van de tijd is dit toch het begin van de game. Van oké, okay, wat kan ik combineren om door de game te komen? Want over het algemeen, er zijn mensen die dit speedrunnen. En die gaan er gewoon zo vaak resetten dat ze de juiste combinaties hebben. En de juiste combinaties, als het goed is, zijn 4 dragons en 4 thunder monsters. Als ik het goed heb gedaan, krijg je hier een zombie warrior. Zombie warrior met plant krijg je Pumpkin, the king of ghosts. Wat in deze game redelijk is. In Duelist of the Roses. Eigenlijk een soort van sequel op deze game. Op de PlayStation 2 is het de meest OP kaart die je kan hebben. Hij boost iedere keer 100 attack iedere beurt. Nou, dat kan flink oplopen. Maar je hebt algemeen Joey heeft niet zo heel veel. Dingen die echt super handig zijn op basis na de standaard Thunder en Dragon monsters. Dus ja. Dus eigenlijk dit is waar je mee dit is voor nu waar je mee begint. En waar ook echt de eerste half uur van de game op draait. Je bent druk bezig. Om langzaam maar zeker te begrijpen hoe je deck werkt. Hoe je hem kan verbeteren. En hoe je daadwerkelijk verder in de game kan komen en steeds gemakkelijker door fights komt. En hier hebben we Seto. Met zijn groepies van klonen. Oh. Nou ja, Seto 1 hoef je niet bang voor te zijn. Nou, hier zie ik Stone Armadillo. Denk ik, hey, een goede monster. Oh, wacht. Het is fucking Rock. Rock en Fiend werken nooit echt goed samen.
Nee, Seto hoef je op zich niet bang voor te zijn. Want hij heeft geen Blue Eyes White Dragon. Later krijgt hij en Blue Eyes. Even kijken. Oké, voornamelijk die dingen die hij heeft zijn Ushioni, een 2150 monster, Pumpkin, the King of Ghosts, Mystical Sand, Necrogull, Flame Cerberus en Metal Fish. Over het algemeen is een attack gemiddeld gezien zit tussen de 800 en 2300 en de defense tussen de 3 en 2000. En het is een, dit kan je eerste moeilijke fight worden als je niet helemaal nog in de game zit of je deck goed kan begrijpen. Dan kan hij best pittig zijn, maar over het algemeen is dit een redelijk goede upgrade als je het vergelijkt met de villagers. Je moet een beetje begrijpen hoe je deck werkt. Dan moet je aankomen. Wat je ook kan doen is gewoon zeggen, fuck it, ik ga grinden. Dus dan ga je naar de title screen, doe je free duels. Dan kan je heel vaak tegen de mensen vechten om starships te krijgen. En de hoop dat je ook nog goede spoils kan krijgen. Maar je kan in het begin van de game, als de opponent je niet haat. Want dat kan ook nog eens zijn, dat je gewoon direct unlucky bent. Maar als de opponent je niet haat, dan kan je redelijk ver komen. Dan kan je ook zeggen, fuck it. We doen het op deze manier. Gewoon met 800.000 monsters. In de hoop dat je een keertje goeds krijgt zoals Necrogull 2. Ja, dat is toch een beetje op zich. Hij is niet... super moeilijk. Kan gewoon annoying zijn. De dingen die hij heeft zijn over het algemeen dezelfde. De dingen die je als tegen hebt. Green Phantom King, Firegrass, Man-Eating Plant, Fire Reapers. Beastfang, wat wel raar is, maar op zich niet heel raar, maar dat is een beetje veel meer andere crap kan je niet krijgen. Dus opnieuw, je zou denken van, oké, ik krijg redelijk veel goede crap. Nope. De focus van het begin van de game is fuseren. Fuseren, fuseren, fuseren totdat je een ons weegt. En ik ben nu maar gewoon aan het kijken van wat werkt niet. Nou, dit was waarschijnlijk Cherubin. Ja, Cherubin de Fire Knight. Jinzo nummer 7. En ik kan het afmaken met Cherubin. Nou, helemaal klaar. En nu gaat het snel. Wanneer je Seto hebt verslagen, kickstart de plot opeens weer en dan begint het leuke. Doei Seto. Nee. Weet je, eigenlijk het beste wat je kan doen is voordat je naar de festival gaat, dat je even met Simon Moran duelt. Dus voordat je Joey fights en voor de Seto fights, dat is het allerbeste wat je kan doen. Want nu zit je eigenlijk in een fixed point. Omdat nu eigenlijk je direct naar je kamer gaat. En Haishin begint met zijn rebellie. Dus best annoying. Waar Simon Moran eigenlijk vandaan komt, ik heb niet echt een idee. Want het moet de opa van Yugi voor moet stellen.
Maar hij is blauw. Dat is best... Ja. Nee, hier bij Hai-Shin. The Dark Mage. Nou, Hai-Shin is geinig. Want Hai-Shin komt eigenlijk nooit voor in anime. Hij komt in veel games komt hij wel voor. Maar dat zijn voornamelijk de spin-off games. Maar geen anime of manga. Dus hij is... Dat vind ik best leuk. Gewoon een villain die niet echt in de... anime of manga komt. Maar die wel vaak in de games voorkwam. Dat ze nooit zo lui zijn geweest om die erin te stoppen. Daar ben ik heel blij om. En dat vind ik altijd wel fijn als ze niet de franchise gaan verpesten door gewoon oude dingen erbij te halen. Ja, hier is de grap. Hartstikke mooi King en Queen. Enige die ik ken is Simon. De rest boeit me niet. Sorry, maar dat... Ja, ga terug. Red de koning. Red je vader en moeder. Maar die ken ik niet. Kijk, de Millennium Puzzle. Ja, om de een of andere reden... Je denkt dat dit is... Dat is grap. Je denkt dat hij de story wil vertellen... van de anime. En ze pakken heel veel elementen er wel van. Seto, Joey, Thea. Maar hij neemt zo'n rare wending iedere keer. Dat op zich... Als dit de story was geweest... En dit was verteld in... Laten we zeggen 12 episodes. 12, 24... Was het op zich redelijk geweest, maar had de anime nooit gekickstart. Dus ik ben wel blij dat ze het op de andere manier hebben gedaan, zoals ze het daadwerkelijk hebben gedaan, niet op deze manier. Nou, kijk eens even naar deze mooie fight. Dit is oneerlijk. Dit is echt oneerlijk. Komen wij aan met ons stack van 800 gemiddeld monsters. Nee, ziet al, Hai-Shin speelt al vals, begint dan met een Dark Field. Je kan deze fight wel winnen. Het is geen forced loss fight. Dat is het allerergste. Want je kan hem verslaan. Maar je hebt dragon, je hebt Twin-Headed Thunder Dragon nodig in dit, op dit stuk. Zonder Twin-Headed Thunder Dragon lukt het niet. Dus ik ga gewoon door mijn kaarten heen om het een beetje sneller af te laten lopen. Om even te laten zien. Hier, defense van 3000. En dat is niet het allerergste wat hij heeft. Dus ja, opnieuw. Je kan hem winnen, maar het is... Eigenlijk niet te doen. Je hebt echt zoveel kaarten nodig. Zijn AMA A. Dus average attack. Kan 3000 zijn. Hij heeft Meteor Black Dragon. Monster met 3500 attack. Perfectly Ultimate Grave Moth. Met 3500. Black Skull Dragon met 3200. Hij is bullshit. Ik knal er ook maar gewoon tegenaan. Want ik heb niks. Ik heb geen dragons. Dus... De drops die je geeft zijn heel goed. Is ook niet zo heel gek voor zo'n level. Maar het is zo laat in de game dat je dat pas die goede dingen kan krijgen. Dus dan ben je eigenlijk al te laat. Goede dingen die je geeft zijn Gaia the Fierce Knight, Zoa. Mystical Elf is redelijk. Black Dragon, Jungle King. Maar opnieuw. Je moet een goede 100 of 200 duels tegen hem doen. Om een keer zo'n goede kaart te krijgen. En dat is het grootste probleem. Je kan niet gegarandeerd die kaarten krijgen. Meer in de van de tijd is het zo van... Oeps. Ga even goed een weekend grinden voor de juiste kaarten. Dus. Dat is
eigenlijk de bedoeling. Want Haishin geeft die, laat wel zien wat het eindstation is. En dat is wel mooi gedaan. Maar ja, dit was het einde van Egypte. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.